Hallo allemaal, vandaag ga ik je een video vertellen over het cordon sanitaire. Jullie hebben waarschijnlijk tegenwoordig in de actualiteit heel veel gehoord over het cordon sanitaire, want het is echt een heet onderwerp. En ja, misschien vragen jullie af van, cordon sanitaire, wat is dat eigenlijk? Of wat houdt dat in? Of hoe is dat er gekomen? En waarom is dat er eigenlijk? Wel, ik ga dat voor jullie vandaag een beetje uitleggen. Eerst moeten we ons de vraag stellen van, wat is het cordon sanitaire? Het cordon sanitaire was een geschreven overeenkomst en is nu een ongeschreven overeenkomst tussen de politieke partijen om niet samen te werken met het Vlaams Belang. Niet samenwerken definiëren we eigenlijk als niet samen in de meerderheid gaan, niet samen in de coalitie gaan en dus niet samen regeren. Dit is eigenlijk een soort boycott van het Vlaams Belang, zodat zij nooit mee zouden kunnen regeren. Dit bestaat al 27 jaar, het cordon sanitaire zoals wij het nu kennen. Nu denken jullie misschien, waarom was het eerst een geschreven overeenkomst en nu een ongeschreven overeenkomst? Wel, ik ga hier straks nog dieper over ingaan, maar het Vlaams Belang is van naam veranderd. Vroeger was hun naam het Vlaams Blok en toen was het er een geschreven overeenkomst, maar nadat ze hun naam hebben veranderd naar het Vlaams Belang, is eigenlijk deze overeenkomst niet vernieuwd, dus het staat niet meer geschreven, maar we zien wel dat de politieke partijen hetzelfde blijven hanteren. Een weetje dat niet veel mensen weten, is dat dit eigenlijk het tweede cordon sanitaire is. Het cordon sanitaire zoals wij het nu kennen en al 27 jaar bestaat, is het tweede cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang, toen nog het Vlaams Blok. Van waar komt nu de term cordon sanitaire? Wel, de term cordon sanitaire is pas later aan het cordon sanitaire gegeven. Toen de politieke partijen dit beslist hebben, hebben zij het nooit zo genoemd. Het is pas de media achteraf die de term cordon sanitaire heeft opgeplakt. In het begin was er hier veel commotie rond, omdat ze het een onrespectvolle term vonden, omdat het eigenlijk een term is uit de veeteelt. En dit is een techniek waarbij er een gevaarlijke situatie is, zoals een ziekte of zo. En dan gaan ze het bepaalde dier of de gevaarlijke situatie isoleren door een beschermende cirkel rond. In het begin was hier dus commotie rond, omdat via deze term we eigenlijk het Vlaams Belang een gevaarlijke en besmettelijke situatie zouden noemen. En dat we daarom de rest van ons politieke landschap ertegen moeten beschermen. Nu, zoveel jaar later, gebruiken we allemaal deze term. En ik denk persoonlijk dat bijna niemand meer de originele betekenis van het cordon sanitair kent. En enkel de politieke betekenis, dus dat is niet meer zo relevant. Maar dat is een klein feitje. Nu, om te begrijpen waarom het cordon sanitair in het leven is geroepen, moeten we de geschiedenis van het Vlaams Belang begrijpen. En daarom ga ik kort even de geschiedenis van het Vlaams Belang uitleggen, met de hoofdpunten die ervoor gezorgd hebben dat er een cordon is gekomen. Voor de geschiedenis van het Vlaams Belang gaan we terug naar 1977. Toen was er een rechtse partij binnen Vlaanderen en die was genaamd de Volksunie. Deze was Vlaams nationalistisch, dus zij wilden meer onafhankelijkheid voor Vlaanderen. Uit deze partij is ook de N-VA ontstaan trouwens. In 1977 was de Volksunie aan de macht. In 1977 hadden we ook een staatshervorming. Zij hebben dus meegewerkt aan een staatshervorming. Wat is nu een staatshervorming? Het woord zegt het zelf, wanneer de staat hervormd wordt. Dus de regering van dan gaat eigenlijk onze staat hervormen en eigenlijk heel de structuur veranderen. Zo hadden we vroeger enkel de federale regering en nu hebben we ook Vlaanderen en Wallonië, die eigenlijk evenwaardig zijn aan de federale regering. Dit is door verschillende staatshervormingen heen geëvolueerd en zal misschien in de toekomst nog verder evolueren door staatshervormingen. Zij hebben mee de staatshervorming ondertekend en onderhandeld. Ze gingen terug naar hun achterban en hun achterban was eigenlijk niet helemaal tevreden, omdat ze vonden dat zij te veel toegiftes hadden gedaan en de Vlaamse ziel hadden verloocheld. Dus de extreme Vlaams nationalisten waren niet tevreden met deze overeenkomst en wouden nog meer onafhankelijkheid voor Vlaanderen. Zij hebben zich dus afgesplitst van de Volkspartij omdat ze ontevreden waren. Hier zijn twee partijen uit ontstaan. De Vlaams Nationale Partij en de Vlaamse Volkspartij. Een jaar later, in 1978, waren het verkiezingen en besloten deze twee partijen om samen te werken. En zo is het Vlaams Blok geboren. Het Vlaams Blok noemde zichzelf een rechtse partij en zij waren pro-apartheid, anti-abortus, anti-communisme, pro-amnestie voor nazi-collaborateurs en Vlaams-nationalistisch. Met sommige van deze waarden waren de andere politieke partijen het niet eens en ze werden dus in de gaten gehouden. Na de Koude Oorlog kwam er nog een nieuw issue op hun agenda en dit was immigratie. Zo vertrokken zij naar de verkiezingen van 1989.
In 1989 haalde zij 17% voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Hierdoor schrokken de andere partijen en zij beslisten om een cordon sanitair het leven in te roepen. Het eerste cordon sanitair was een feit. Het eerste cordon sanitair hield maar een aantal weken stand, aangezien het toen verbroken werd door de Volksunie, die toch een coalitie vormde met het Vlaams Belang. 2 jaar later, in 1991, spreken we over Zwarte Zondag. Dit waren de nationale verkiezingen waar Vlaams Belang voor de eerste keer nationaal doorbrook. Dit deed de andere partijen nog harder schrikken dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Nog een jaar later publiceerde Philippe de Winter zijn 70-puntenplan voor immigratie. Hierin stonden dingen als de repatriëring van immigranten tot de derde generatie en apartheid in het onderwijs. Dit schoot natuurlijk bij heel veel partijen in het verkeerde keelgat. En door het 70-puntenplan samen met Zwarte Zondag werd het tweede cordon sanitair leven ingeroepen. En dit is het cordon sanitair zoals wij het al 27 jaar kennen. Wat was het verschil tussen het eerste en het tweede cordon sanitair? In het tweede cordon sanitair deden alle partijen van België mee. Dus ook de Waalse partijen zaten mee in de overeenkomst. Het eerste cordon sanitair was enkel een overeenkomst tussen de Vlaamse partijen. Een kanttekening dat we bij het 70-puntenplan moeten maken is dat een aantal punten van dit 70-puntenplan vandaag toch geïmplementeerd zijn en helemaal niet meer zo controversieel zijn. Zoals een van hun 70 punten, een staatssecretaris voor immigratie, en dat hebben we nu. Natuurlijk waren er ook wel punten die wel heel controversieel zijn en die dat de dag van vandaag nog zijn. Nu vragen jullie misschien af, het tweede cordon sanitair bestaat al. Waarom hebben ze dan toch hun naam naar Vlaams Belang veranderd? Wel, hiervan vinden we de oorsprong in 2004. In november 2004 zijn zij schuldig bevonden door het Hof van Cassatie voor het overtreden van de antiracismewet. De uitspraak was dat zij de antiracismewet overtreden hebben door hun propaganda waarin zij systematische discriminatie op basis van ras gebruiken. Ze werden veroordeeld door het gerechtshof in Gent. Ze zijn hiervoor in beroep gegaan, omdat zij vonden dat de antiracismewet en de wet voor de vrijheid van expressie en meningsuiting elkaar tegenspreken. Ze hebben verloren en het Hof van Cassatie heeft hen dus toch veroordeeld. Als ze een gesubsidieerde politieke partij wouden blijven, moesten zij hun partijagenda aanpassen binnen de legale normen. Wat betekent het nu om gesubsidieerd te zijn? Dit wil zeggen dat zij geld ontvangen van de overheid. Dus als zij dit niet zouden doen, zouden zij geen overheidsgeld meer krijgen en zouden zij dus als politieke partij heel weinig middelen hebben om nog campagne te voeren, om acties te ondernemen en wat dan ook. Dit hebben zij dus gedaan. Zij wisten dat dit heel veel media-aandacht zou trekken en daarom hebben zij expres voor de uitspraak nog hun naam veranderd en zichzelf gerebrand met nieuwe standpunten om de media-aandacht echt op hen te kunnen vestigen en direct te laten zien dat zij een nieuwe partij zijn en direct in de picture te komen. Vanaf dan focussen zij zich meer op het communautaire issue. Het communautaire issue is het Vlaanderen-Wallonië-issue. Zij zeiden dat Wallonië land gestolen zou hebben van Vlaanderen, bijvoorbeeld Brussel. Ze verzachten hun xenofobie en focusten nog op 2 grote standpunten, namelijk anti-immigratie en Vlaams nationalisme. Zij hebben zichzelf heruitgevonden als de partij Vlaams Belang. Het cordon sanitair was tot op dat moment een geschreven overeenkomst tussen de Belgische politieke partijen. Aangezien Vlaams Blok zijn naam heeft veranderd naar Vlaams Belang, ging die overeenkomst dus niet meer over het Vlaams Belang en bestond het cordon sanitair dus niet meer op papier. We zien, zoals ik al zei, in het heden wel dat de partijen zich nog altijd zo gedragen. Ondanks het cordon sanitair en de veroordeling, zien we dat het Vlaams Belang het landschap, het politieke landschap in Vlaanderen en België voor altijd veranderd heeft. Door hun grote overwinningen hebben zij het politieke centrum binnen Vlaanderen naar rechts kunnen doen opschuiven en bijna alle politieke partijen hebben extreemrechtse standpunten van hen overgenomen omdat zij zagen dat dit aansloeg bij de stemmers. Nu is de vraag, heeft het cordon sanitair eigenlijk ook voordeel voor het Vlaams Belang? En het antwoord daarop is ja. Er zijn verschillende politieke wetenschappers die geloven dat het Vlaams Belang nooit zou staan waar het nu staat, moest het niet voor het cordon sanitair geweest zijn en dat het eigenlijk misschien eerder een positief punt is geweest voor hun. Nu zou je je natuurlijk afvragen waarom. Wel, ten eerste, wij leven in een consensusdemocratie. Dit wil zeggen dat er nooit een partij is met een absolute meerderheid. Partijen moeten altijd samenwerken en dus regeren met consensus. Zij moeten overleggen en toegiftes doen. En een van de grote problemen waar politieke partijen mee struggelen in onze samenleving
is dat de kiezers hen niet meer geloven. Laten we nu als voorbeeld nemen N-VA, die wint als grootste partij binnen Vlaanderen en dan moet samenwerken op federaal niveau, vorige regering, met MR, Open VLD en CD&V. Ze zitten dus met vier partijen in de regering en moeten met vier partijen het regeerakkoord opstellen. Het is dus logisch dat N-VA niet alle punten die zij beloofden of die zij wouden doen, kunnen doorbrengen, want zij moeten toegiftes doen. Zij moeten ook CD&V, Open VLD en MR hun standpunten erin laten steken. Maar dit zorgt ervoor dat heel veel kiezers het gevoel krijgen van ik stem op deze partij, maar achteraf doen ze toch iets anders of ze komen hun beloftes niet na en die van die dingen. Je wordt eigenlijk gezien als een anti-establishment partij, een anti-politiek partij. Want de hele politieke elite is tegen deze partij. Dus als persoon die tegen de politiek is, of tegen de politieke elite, tegen de regering, die zal zich meer geneigd voelen om op deze partij te stemmen. Zij worden gezien als de underdog, de eerlijke stem van de mens, tegen, zoals ik zei, de corrupte stem van de elite. En hierdoor hebben zij heel veel sympathiestemmen gekregen of proteststemmen. Er zijn heel veel mensen die op het Vlaams Belang stemmen of gestemd hebben. Niet omdat zij het eens zijn met de standpunten van het Vlaams Belang, maar eerder als een soort proteststem om te laten zien ik ben het niet eens met de politiek. Ik ben het niet eens met de huidige regering. En dan ten derde hebben ze natuurlijk ook stemmen gekregen van mensen die misschien in eerste instantie niet op het Vlaams Belang zouden stemmen, maar die gewoon tegen het cordon sanitair zijn en die het ondemocratisch vinden en die juist daarom op het Vlaams Belang gaan stemmen om te laten zien aan de rest van de politieke elite van kijk, dit kan niet, het cordon sanitair moet weg. Wat zorgt er dan voor dat het cordon sanitair deze 27, bijna 28 jaar lang ondoorbroken is geweest? Wel, het eerste cordon sanitair is na een aantal weken al doorbroken. En hier ligt ineens het verschil. Dit was een Vlaamse overeenkomst tussen de Vlaamse politieke partij. En het tweede was een Belgische overeenkomst. Als het een Vlaamse overeenkomst is, is het vrij makkelijk te verbreken. Omdat als je op één niveau samenwerkt met het Vlaams Belang, zet je eigenlijk de andere partijen al buiten spel. En kan je misschien op de andere niveaus ook een meerderheid vormen met het Vlaams Belang. Dus je wordt nooit afgestraft als je toch zou samenwerken met het Vlaams Belang. Het verschil zit hem hier in het tweede cordon sanitair, dat het ook met Belgische partijen is. En hier kan je wel afgestraft worden als je zou samenwerken met hen, omdat de Waalse partijen ermee inzitten. Je kan nooit een federale regering vormen zonder een Waalse partij. En ook al zijn we een federale staat waar Vlaanderen en Wallonië op hetzelfde niveau liggen als de federale regering, toch merken we in de politiek dat de meeste politieke partijen en politici hun ambities toch op het federale niveau liggen en dat toch nog als iets meer gezien wordt. Nu, dus als je geen regering kan vormen zonder een Waalse partij op federaal niveau en je wilt op het federaal niveau regeren, dan moet je deze regel wel respecteren op de andere niveaus. Want als bijvoorbeeld N-VA zou zeggen, kijk, wij werken samen met Vlaams Belang op het Vlaamse niveau en wij zouden een meerderheid hebben, dit is hypothetisch, want dit is niet zo, dan zouden zij geboycott worden op het federale niveau en dan zijn zij misschien wel in de Vlaamse regering, maar dan zijn zij niet in de federale regering en zouden zij dus afgestraft worden. En dit is de voornaamste reden waarom het cordon sanitair nog nooit verbroken is in deze bijna 28 jaar tijd. En ook niet op het gemeentelijke niveau. Want zelfs al zou je in één klein dorpje samenwerken met het Vlaams Belang, kan je nog afgestraft worden op het federaal niveau. En dat wil geen enkele partij. Dit is dus de uitleg over het cordon sanitair. En we zien nu in de actualiteit, nu dat het Vlaams Belang zoveel stemmen heeft gehaald, dat het echt weer een hot topic is en er heel veel over gepraat wordt. Moet het cordon sanitair afgeschaft worden? Moet het niet afgeschaft worden? Nu zijn er een aantal discussievragen die een beetje de ronde doen. En ik zou hier graag wel jullie mening over willen weten. Dus jullie mogen altijd laten weten in de comments. De eerste vraag is natuurlijk, moet het cordon sanitair afgeschaft worden? Zeker na deze hoge uitslag van Vlaams Belang met de verkiezingen. De tweede vraag is, sommige mensen zeggen ook van, oké, er is een cordon sanitair voor het Vlaams Belang. En zij hebben fouten gemaakt. Zij hebben grenzen overschreden. Maar hoe lang moeten zij gestraft worden? Want die veroordeling voor de antiracismewet is al zoveel jaren geleden. Was in 2004. Het 70-puntenplan is al zoveel jaar geleden. Dus heel veel mensen vragen zich af van, kan deze partij nooit een tweede kans krijgen? Mogen ze zich niet bewijzen om te laten zien dat ze veranderd zijn? En natuurlijk de laatste vraag en misschien wel de meest belangrijke vraag is,
Hoe democratisch is het cordon sanitair? Mogen we zomaar zeggen zoveel procent van de stemmen telt niet mee? Mag dat zomaar in een democratische rechtsstaat? Dit zijn issues waar dat politieke wetenschappers zich over buigen en waar de politieke partijen druk over aan het discussiëren zijn. Dus ik zou ook graag jullie mening hierover willen weten. En ik hoop dat jullie iets aan deze video hadden.